Begin 2010 konden we in het Eindhovens Dagblad lezen dat de ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Eindhoven te openen zijn met de OV-chipkaart. Deze week hebben we de proef op de som genomen om te zien of de gemeente inmiddels de afvalcontainers aan heeft laten passen. Dit blijkt nog niet het geval. Wij hebben in Gestel en in Woensel de proef op de som genomen en hebben verschillende afvalcontainers kunnen openen met een stadspas niet uit de buurt van deze containers en een toegangspas van een niet-gemeentegebouw. Daar waar de website van de gemeente aangeeft dat alleen bewoners uit de directe omgeving van de afvalcontainer deze kunnen openen, blijkt dat dus onjuiste informatie te zijn. We hebben de gemeente om een reactie gevraagd, maar deze nog niet ontvangen.